op bondskanselier Merkel om de Duitse grenzen te sluiten voor asielzoekers neemt met de dag toe. Ze weigert het. En die weigering wordt inmiddels gezien als een teken van zwakte. Het klimaat op straat is grimmiger geworden. Dit jaar alleen al zijn er meer dan 17 aanslagen gepleegd op asielzoekerscentra. In Nauen, vlakbij Berlijn, gaat een sporthal in vlammen op. Het gebouw was bestemd voor asielzoekers. In het stadscentrum wordt een partijkantoor met verfbommen bekogeld en de auto in brand gestoken, omdat het echtpaar hulp aan asielzoekers in de regio coördineert. Het is een angst der Leute hier voor de vreemden. We hebben nog geen vluchtelingen in Nauen. Het is aber schon zo. Nul. Nul. Vraag een beetje rond op straat in Nauen en het begint te koken. Het klimaat is ja aangespannen. Nou. En wenn jetzt nicht wirklich was passiert, dass die Zahlen dezimiert werden, dann wird es ja eskalieren. Duitsland heeft er in een jaar tijd meer dan 1 miljoen mensen bijgekregen. Eerst was er gejuich. Wir schaffen das. Endlich sind wir die Guten. Nicht mehr die Bösen, die Nazis, als die wir ja immer noch in einigen Ländern beschimpft werden, sondern jetzt sind wir die Guten. Und auf einmal stellt man fest, dass auch die guten Fehler machen. Und das holt uns jetzt ein. Man kann mit Fug und Recht sagen, der Fluch der guten Tat. Het zou de grootste fout van Merkel zijn dat ze weigert een bovengrens aan het aantal asielzoekers te stellen. Ze ligt onder vuur. Es gibt inzwischen eine Mehrheit, die sagt, die offizielle Regierungspolitik funktioniert nicht. Es kommen zu viele Ausländer ins Land. Man hat das Gefühl, dass die Regierung hilflos ist und ratlos ist. Het gevoel van radeloosheid wordt opgevat als vrijbrief om dan maar zelf grenzen te stellen. Vorig jaar werd in Duitsland 1000 keer een AZC aangevallen. 4 keer zoveel als het jaar daarvoor. En in Bautzen werd een brand door omstanders met applaus begroet. Auch eine teils unverhohlene Freude gezeigt haben, dass das Gebäude nun brennt und hier nun zukünftig Asylsuchende so schnell wohl nicht einziehen würden. De brandstichters in Nauen hoopten ook op afstel. Maar nee. Na de brand hier in Nauen wordt verderop een nieuw opvangcentrum gebouwd. De verdeling van asielzoekers wordt landelijk geregeld naar inkomen en bevolkingsdichtheid. In deze gemeente van ruim 16.000 inwoners komen 500 asielzoekers te wonen. En er moet nog flink bijgebouwd worden. Want de regering Merkel rekent de komende jaren op de komst van nog eens 2,5 miljoen asielzoekers in Duitsland.